heb lang geleden van mijn vader een oude Bijbel gekregen. Ze taxeerden vandaag hier op Cultuurspoor. Ik ben heel benieuwd wat het op gaat brengen. We gaan kijken. Dat zijn twee serietjes van drie. Dat is even pakken. Dat is onder andere dit. Dat is van Jacob van Lennep geweest. Kun je het zo zien? Ja. En daar zitten mooie afbeeldingen tussen. Zoals dit. En plaatjes. Het gaat over kastelen, over oude kastelen in Nederland. Daar heb ik er drie van. Maar de waarde, want dat is ook een belangrijk gegeven, voor de serie is €75, zegt hij. Een andere was gewoon een beetje curiositeit. Dat is een leesboek wat ik op de HBS moet hebben en lezen. Dit wordt spannender. Ik weet niet of dat het best mag. Wat is het? Moet je vertellen. Het boek heet Geschiedenis der seksuele zeden bij alle volkeren en in alle tijden. Er staat ook plaatjes bij. Helaas, het is zonder plaatjes. Dat stond helemaal achter in je boekenkast. Dat mocht niemand zien. Want dat was niet... Wel dan. Het was een stiekem boekje, was dat, hè? Zoals wij later de vieze boekjes kennen. Ja, van de piccolo en de lach. Achter een spettersleuteltje in een kastje in de boekwinkel. Ja. Dan gaan we hiermee beginnen. En jij bent de Bijbelman. Maar je moet wel weten dat zulke Bijbels niet zeldzaam zijn. Er zijn er tienduizenden van verkocht. Omdat elke zin het was. De koperplaten die waren hier helemaal versleten. Toen die afdruk is gemaakt. Ja, kijk, ja, hier zijn de randjes, daarom zeg ik het is een laag afdruk, dan zie je de randjes niet meer. Of de afdruk is heel vaag. En zelfs een stuk van de koperplaat. Het is ook een late keur bij me. Van 1736. 1738. Van de laatste 1741 heb je nog een. Van 41, maar die heb je, dan heb je nog de kaartjes van jaren. En die waren dan weer goed, heel, heel scherp. Dit is linnen wat er omheen zit, hè? Dat zijn al de sporen van de sloot die erop hebben gezeten. De sporen zitten er nog en er heeft leer om gezeten en daar hebben ze nu... Linnen opgeplakt. Linnen op leer. Ja, ja. Linnen op leer. Het staat wel koud, hè? Voor de camera moet je dat nog opgeplakt. Nee, je moet zelf... Ja, een veiling neemt het niet meer in. Maar dan moet u rekenen dat ze een inzetprijs doen van €75. €75. Niet meer. En dat is het al. Ja. Nee, kijk, als je er nou zo één hebt, van deze editie met scherp afgedrukte kaarten, mooi sloten, dan ga je ook nog maar denken aan €400 meer. Of je moet die grote hebben voor 1680, dat zijn de beste. En dan hebben we het meer over €1000. Nee, maar dit is niet anders. Jammer. Maar dan begin ik met de zwaarste kant. Als hij compleet is, kan je even kijken of hij compleet is. Ja, alsjeblieft. Wij gaan nu met de persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld verder. Er zitten hier drie persoonlijkheden in België. De heren hebben gekeken. 1738. Dat is lang geleden. De koperen sloten zitten er niet meer op. De kaft, het zijn twee plankjes. Het heeft heel wat geleden. Is het nog bijzonder, deze Bijbel? Nou, ja, iedereen had vroeger zo'n Bijbel. Dus eigenlijk, zelfs op de veiling, zal het niks meer opbrengen. Nee, goed.
moeten we nog even 100 jaar verder. Tot een andere keer.